Hoi, ik ben Floris. En ik ben Mark. En dit is Bagheera. En wij hebben besloten ons huis te verkopen, een camper te kopen en begin volgend jaar naar Italië te vertrekken op zoek naar een nieuw thuis. Goedemorgen. Ik wou zeggen, we gaan zo naar de intratuin, maar we gaan niet naar de intratuin. Wij gaan zo naar... Het is wat reentje even helemaal enthousiast. Maar wij gaan zo naar de Obelink wat dingen halen. Want we zijn een paar weken geleden al bij de Obelink geweest, wat zeg ik. Volgens mij is het alweer bijna 2 maanden terug. Maar toen zijn we al bij de Obelink geweest. Toen hebben we vooral rondgekeken, want voor ons is natuurlijk de camperwereld helemaal nieuw. En nu zijn we van plan om ook daadwerkelijk dingen te gaan kopen. We hebben van alles toen gefotografeerd, bekeken, online reviews bekeken. En ook wat andere mensen gebruiken. Heel veel vlogs en filmpjes gekeken van medekampeerders en rondtrekkers. En nu gaan we dan de dingen uitzoeken die we willen hebben. We gaan niet alles bij de Obelink halen. We gaan ook een aantal dingen online bestellen, omdat Obelink die simpelweg niet op voorraad heeft. Maar het grootste gedeelte hopen we vandaag te kunnen halen. We hebben trouwens ook nog wat binnengekregen. Dus dat zal ik jullie even snel laten zien. Dat is misschien wel leuk. Ik ben nu trouwens met 1 hand aan het filmen, met de andere hand probeer ik een doosje los te maken. Nou, dit is alvast een onderdeel ervan. Maar dat is een water twin. En wat dit is, dit doe je in je invoer van je water. En daar sluit je dan deze op de achterkant op aan. En hier sluit je je thuisslang op aan. En zo kun je je watertank vullen zonder dat je vuil meeneemt van de tuinslang. Of dat je tuinslang tussendoor eruit kan vallen. Wat hebben we nodig? We hebben in ieder geval een zachte bezem nodig. Een wasstijl, nou ja, een wasmand. Een opklapbare wasmand. Ja. Verlengkabel. Verlengkabel en een stroomkabel. Een adapter. Adapter? Ja, ja. Van normaal stroom naar camper ding. Ja, wil je nog een karretje mee? Ja, dat laten we dat maar doen. Pakken we er hier een of pakken we binnen? Nou, die is er eentje los. Dat is allemaal los. Ja, karretje. Wat nog meer? Kookplaatje. Ja, en we hebben nog nodig water. De? Water? Voor het water. Een tuinslang? Nee, geen tuinslang. Dat is zo'n flacon voor in het water. Voor de wc. Oh, wc-vloeistof. Ja, ik denk dat bedoelt hij nou. Ja. Blijf bij de goede afdeling. Ja, toilet. Toiletje. Welke moest er wonen? Ja, het toilet heb je nodig. Kijk, flush, dat is dus, dat zei Sandra, dat doe je normaal gesproken in het verse water toevoer naar het toilet toe. Ja, maar we hebben geen apart. Dat hebben wij niet, dus we hoeven alleen maar gewoon toilet. Hebben we er een eentje genoeg, 2 liter? Hoeveel ja, je hebt maar 45 milliliter per keer nodig, of 45 milliliter per keer heb je maar nodig. Dus zeg maar 20 keer, 25 keer. Nou, we komen hier waarschijnlijk nog wel een keer over trekken. Of denk je van niet? Ik weet niet hoe vaak we hier nog willen komen dan. Maar nee, nee, we rijden toch langs naar het werk. Ja, maar als je zegt ik wil een emmer, dan... Dit is wel kleiner hè, een emmer. Nou, hier kun je ook nog een keer een wasje in doen, dat dacht je was, ik. Ja, je was in. Daar gaat hij nog wat toe. En dan kun je altijd nog zo'n klein rondemmertje meenemen. Ja. Zit ook nog met deksels. Misschien wel makkelijk.
Maar waar gebruik je die deksel voor? Maar als je een doek wil schoonmaken. Dan neem je mee. Even kijken. 10 meter. De kabels. 20 meter. Ja, maar dit is allemaal die anderhalf, hè? Nee, dit is 2,5. Dat is 20 meter. Ja. 20 meter is goed, denk ik, toch? Ja. Tjo, wat weegt dat? Ja. Dat is omdat die 2,5 is. Oh, dit is trouwens ook wel heel zwaar. Dat zou het zijn. Neem gewoon die mee. En je mag er een hele groep op belasten. Nou, top. Dus op zich... Dus de kabel van PVC? Ja, dat is dan natuurlijk. Nee, is niet van PVC. Nee, want heel veel kabels zijn namelijk van PVC, had ik gelezen. En PVC, dat, als dat in de zon komt, is dat heel slecht. Kijk, je hebt hier ook al los die dingen te... Ja, voor 3,50. Ja, dat zeg ik. Ik heb kabels af eigenlijk. Mag er denk ik niet voor gebruiken. Wat kwam die uit, deze? Ja. Nee, mag je die niet voor gebruiken? Nee, dat denk ik niet. Die moet je hebben. Die moeten we hebben, ja. Dus met een stekker eraan. Dat is... ook die 2,5 kwadraat. Ja. 40 centimeter. Is dat genoeg? Ja, want je moet eigenlijk moet je dan... zo'n beschermhoes er nog om hebben. Frankrijk. Komen in Frankrijk? Ja, misschien wel. Maar wat is het verschil dan? Zo, die zitten dan. Wat is het verschil tussen Frankrijk en de rest van Europa? Is er nog meer landen? Niet dat Italië ook een eigen heeft. Nee, volgens mij is het gewoon alleen. Het is wel langer of zo. Ja, dat is langer. Ja. Ik denk dat je hier wel voldoende aan hebt hoor. Het is natuurlijk ook allemaal weer extra gewicht en ding wat je meeneemt. Ja, maar goed, dit is het verschil ook niet meer. Anderhalve meter, dat lijkt me beter. 40 centimeter lijkt me erg kort. Nou, doen we dat. Dan kun je ook namelijk nog van het deel van de camper helemaal naar de grond toe komen. Dat lukt met deze wel, met die 40 centimeter niet. Nou, doen we dat. Deze gewoon. Hier is die van 5 en 5 en. Ah, deze, 40 centimeter. Anders ligt het in de verkeerde schijf. Zo. Ja? Ja. Ik zat even bij de wijnglazen te kijken, maar ze zijn allemaal. Plastic. Plastic fantastic. Het is, klinkt nergens naar. Nee, maar hij heeft zo zijn redenen. Ja, begrijp ik wel, maar ik denk dan. Ja, bij de... Nou ja, goed. Je kunt één zo'n plankje doen. Hier heb je tenminste wat aan. Ja. En dan moet je maar over de spoelbak heen leggen. Ja. Ja, is wel mooi. Maar je hebt alleen wel een handvat wat er niet vanaf kan. Nee, maar wat dacht je van diegene die ik in Varsseveld heb? Nee, dat heeft ook geen handvat die eraf kan. Maar ik denk, als je er dan eentje koopt, dan... Kijk, zoals deze... Kijk, dan kun je het handvat nog van inklappen. Ja, dat mag ook, alleen hij is dan een stuk dunner. Ja, hij is wel dunner. Zo'n bolken. Zeg maar. Inklapbaar, niet inklapbaar. Je hebt wel een grote bodemvlak. Die doen, klein. Stofzuiger. Hij is niet zo heel groot. Het is een beetje het formaat van een kruimeldief. Ja. Er zijn er nummer 2. 3. Nou, zeg maar. Ja, gewoon doen. Ik denk dat hij er echt wel plezier uit haalt hoor. Maar hier zijn we gelijk bij het volgende onderdeel. Kokplaatje. Kokplaatje, ja. Wit of zwart? Zwart. Nou, wordt toch zwart, dus dan maar zwart. Maar dan zeg ik wit, gewoon zwart nemen. Vind ik ook mooier. Kokplaat. Yes. Komen we nu bij de grootste uitdaging, afdeling tafels. 5 kilo, is niet zwaar. Nee? Nee, 3,8 kilo is ook niet zwaar. Ongelooflijk wat ervan. Nou, op zich. Oh ja. Is die niet verkeerd? Nee, is die ook niet. Kunnen we ook wel mooi. Het weegt helemaal niks. Nee. 3,8 kilo. Ja, hij is net zo duur als dat die andere is waar we naar keken. Die staat daar achter. Ja.
Dat is die we al eerder hadden bekeken. Ja, maar die zal wel zwaarder zijn. Ja, die is sowieso zwaarder. Ik geloof dat die 6 kilo was. 6.7 of 8.7. Ik had het vanaf hier niet zien. Ik vind hem wel mooi, het tafeltje. Het is ook net wat minder campinggevoel, zeg maar. Nou, die is ook wel makkelijker invouwbaar als dat die andere is die je online hebt gezien. Ja, je moet eerst die andere, doe je erboven. Nee, deze komt over die heen. Ja. Met één afstand is. Krijg ondertussen ook gelijk een demonstratie van hoe de tafel werkt, zo ongeveer. Nou, dat is wel mooi. Nou, voor het gewicht is het wel een mooi tafeltje. Alleen als er een beetje wind staat, waait hij weg. Zo licht is die. Ja. Dat heb je wel. Maar voor z'n twee is die ook groot genoeg. Moeten we maar een plant meenemen, dan kan die erop staan. Nou, ik zou bijna zeggen, je moet hem met haar hangen vastzetten. Maar dat kan dan weer niet met die pootjes. Nee, maar zo licht is die. Ja. Ja, deze is 8.7 kilo. 8.7. We zijn wel echte campingpro's, hè? Vind je ook niet? Ja, we doen het heel goed. Ja, we doen het heel goed. Met uitzoeken. Ja. Het scheelt dat er niet zoveel keuze is. Nee. Je wilt niet te groot, niet te zwaar, ja. Niet te licht. Nee. Dat hij wel redelijk stevig staat, want tenminste zijn wankel, dat wil je niet weten. Deze wat duur, maar vond ik ook niet verkeerd. Het is wel wat neutraler. Ja, en er zit een rand in waarin je de hoogte ook de pootjes in klapt. Snap je? Dus je hebt niet dat de poten elke keer eruit vallen. Mm-hmm. Ja, maar ik blijf toch, ik vind die houten mooi. Ja, tussen mooi en praktisch en functioneel is natuurlijk een verschil. Ja. En deze, omdat die poten, dan kun je ook aan de onderkant van dat hoge gat wat we hebben in de camper. Dan kun je inzetten. Ja. Dan maak ik twee klossen eronder en dan schuif gewoon de hele tafel erin. Ja. Ik vind het hout mooi. Ja. Ja, dit is denk ik beter. De duurder. Ja, maar ja goed, of het nou 109 of 144 is. Ja, dat scheelt ook niet veel. Dat scheelt dan op zo'n tafel niet zoveel. En het is wel een merk, zeg maar, wat ook gewoon ook weer verkoopt is, het wil verkopen. Kijk, dit is een beetje het idee dat jij had. Alleen ja, maar wel anders. Wel ja, anders. Maar dan zie je wel de kleurtjes erop tussen. Ja. Ik vind dit nog niet zo'n verkeerd tafeltje. Ja, daar staat het veel. Ik denk dat we er vandaag nog niet achter uit gaan komen met de tafel. Of denk je wel? Nou ja, dan bedenken we dat eventjes. Kom, zou je toch nog een keertje terug? Ja. Wordt vervolgd. Hoe groot waren die dingen die we hadden dan? Die waren toch zeker niet zo groot als deze? Bij die bus. Nee, die waren volgens mij kleiner. Maar die waren wel hoog. Was meer zoiets. Ja, meer zulke hoogtes waren dat. Het is nog een hele zoektocht, een paar van die blokjes. Mm-hmm. Nou, mijn gevoel zegt die brede gele gewoon. Ja, of van het merk wat ik dus had op de camperbus, zeg maar. Weet je nog wel merk dat is dan? Dat is van deze. Deze, maar dan een klasse groter, dan zit dat stuk er niet aan. Dan bestel je die toch gewoon online? Ja, kost het wel. Als die gele? Ja. En ze zijn compacter. Nou, dat vind ik wel belangrijk, compact. Zal ik die gele dan meenemen? Ja. Tenminste. Ja, vallen lekker op. Moet je daar nog een tas bij hebben?
Ja, nee, niet dat die zooi je dan niet in de camp. Hier heb je ze liggen, schat. Ja. Maar welke is dan 24 voor welke? 24,5. S. Level bank. Small. Dat is te small. Nee, dat is... ja, 24,5, 18,5, 65. Die moet je hebben. Hier heb je ze wel hangen. Level bereikt. Even kijken of het past. Wat breedte. Dat is wel jammer. Ja. Ik denk, waarom geven ze dan niet gewoon dezelfde naam? Dan kun je tenminste, of ze hangen het niet bij. Jumbo, maar... Ik zie geen maatje Jumbo. Ja, dat is wat is het verschil tussen die en die dan? Deze zijn lichter. Kleiner en lichter. En daar hebben we niet voldoende aan. Zo'n hobbel in. Ja, dat is een level up. Ja, ik denk dat je gewoon, dat is, dit is daarvoor. Mm-hmm. Maar voor die gele zijn eigenlijk geen tassen. Wil je die hier niet ook bij leggen? Hier ligt er nog, hè? Nee, zo'n ander merk. Waar moet je ze dan in doen? Ja, dat weet ik niet. Niet? Gewoon in die bak leggen. Op zich kan, kan ook. Dan doe je ze in die bak eronder. Noemen we dat gewoon. Ja. Doen we dat. Kijk, en dit kan ook, hè. Een opblaassysteem. Ja, maar dat trekt mij helemaal niet aan. Nee, ik denk ook niet dat het werkt. Ik moet voor dat huis op. Nou, die geven we gewoon weer. Ja. Twee en half uur vier? Ja, dus denk groot zat. Nee. Ritjes heel. Ja, zo te zien dan. Ja, kijk, die is open geweest. Kijk maar naar de rits. Ja. Nou, dit hebben we wel het snelste gedaan voor alles uitzoeken. Ja, maar dit wisten we al. Ja, zijn we al eerder naar op zoek geweest. Dit is wel handig. Kun je inboren? Ja, neem daar ik boor toch mee. Dit lijkt me wel wat. Oh, net 20 stuks. Nee, dat is gelukkig twee doosjes. Ja. Die draaien gewoon in de grond. Hupsakee, klaar. Ze zijn qua grootte denk ik ook perfect. Hoef je ook niet te slaan. Nee. Je neemt gewoon een dopsleutel. Klaar. Top. Ja, dat is top. Hebben we ook. Nou, dit shot hebben we net al gedaan, maar was vergeten om het filmknopje te drukken. Maar ik denk dat we ongeveer 4.500 euro kwijt zijn voor dit alles. En ik denk dat het meer is. Ik denk dat we 5.5... Ik denk 5.500-600 euro. Laat even weten wat jullie denken hieronder in de comments. Deze niet, want deze doe je namelijk op een middenstuk. En dat kan niet, want dat zit bij ons helemaal op de grond. Nee, maar er zijn ook wel van die andere dingen die zo zijn, hè? Hier, siliconen telefoonhouder voor de fiets. Nou. Twee meenemen? Ja, die is toch zo. Ja, voor beide eentje. Hier, zo ziet dat eruit. En dan schuif je mobiel dan in. Die van mij is al... kan. Is er geen ander systeem voor? Hier, schuif hem er eens in. Ja, maar met een hoesje sowieso eigenlijk ruk. Ruk, ja. Dat gaat niet zo. Nou ja, niet. Het wil. Ja, staan we op. Kan wel,
Maar best kut hoesje er dan even afhalen. Nou, niet zo'n hoesje. Dan moet je zo'n ander hoesje hebben. Gewoon zo'n open hoesje, dan kan het wel. Maar ja, niet zo'n heel klap ding. Dat werkt niet. Ja. Zullen we even kijken of ze nog wat anders hebben? Ja. Ja, anders nemen we deze mee. Want dit vanille het hele... Ja, Lacrosse zie ik nu wel staan. Maar welke hebben wij? Deze? Ja, die hebben we. Nou, dit is de fiets die wij hebben. Ja, alleen dan met middenmotor. Ja, dat is ook met middenmotor. Ja, zo hebben wij zo. Ja, nou, deze hebben wij. De Lacrosse S600 XL. Ja, klopt. Ik voel me ook helemaal Duitser nu. Ja. Oh, ik krijg hem niet eens af, joh. Ik heb een te dikke kop voor. Als deze is best leuk. Nou, zet hem eens op. Ja, dat is te groot, te klein. Dat gaat op mijn hoofd toch nooit passen. Alhoewel. Oh, dat past dik, joh. Dat is nog bijna te groot. Het ziet er heel leuk uit. Dat is nog bijna te groot. Oeh, ook nog. Op is op. Ja, maar ik heb de andere prijs van die andere helmen gezien. Ja. Ah, je schrikt je een hoedje, joh. Als je schedel breekt tijdens het fietsen, dan wordt het nog vergoed. Er is nog een lampje op ook. Oh, dat is dan wel fancy. Maar is er maar eentje. Ja, maar kijk, je hebt een zwart en een... Oh ja. Dat is weer een andere. Ja, dat is helemaal bijzonder. Dat is een crash sensor, denk ik. Voor de paraplu. Er is een airbag op. Ja. Is een paraplu nodig. Hè. Hier nog wel een groene ervan. Ja, maar die is heel klein. Ja, dat is denk ik meer jouw formaat. Deze was al te groot. En deze net te klein. Ja. Net te klein. Maar waar staan die maten dan? Ja, de onder heb je alle maten. Dit is een S'je. 51-52. Ja, die is veel te groot, joh. Ja, die is heel groot. Hij is te groot. En welke maat is dat? Ja. Maar er is ook een aflevering van Kassa of Radar laatst online gekomen, waar een heleboel helmen getest werden. Oh. Willen we dat even bekijken dan? Gaan we dat eerst even kijken. Kijken we eerst wel. Toch geen prijzen meer, jongens. Het is dat je verplicht bent om zo'n ding op te doen op heel veel in heel veel landen, maar... In welke landen dan? Spanje? Spanje? Italië? Italië niet. Oh nee, Italië niet. Nee, Spanje? Dat is niet verplicht. Spanje sowieso. Ja. Frankrijk weet ik niet. Weet ik ook niet. Want ook daarin, ja, dat is voor de pet, dat hoeft niet. Nee, dat is toch al met zo'n hoofdsnoer hier. Ja, niet zo met een hoofdsnoer, maar die gaan we niet halen. Dit is om een hoofdsnoer. Ik ben alleen benieuwd. Oh, dat is veel zat. Ja, toch? Dat is zat. Ik zie nu ook gelijk niks meer. Ah, ja, dat is heel blind. Zullen we deze dan doen? Ja, die. Ja. We hebben het. Het scheelt dat we letterlijk om de hoek staan. We zijn terug van de Oberlink. Het stormt een beetje buiten. Misschien dat je het op de achtergrond kunt horen. Maar ik ga even snel laten zien wat we gekocht hebben. Ik ga het proberen zo snel mogelijk te doen. Dus waarschijnlijk is het wel een beetje chaotisch met alles door elkaar. Maar ik wil ook niet dat dit een video van 40 minuten gaat worden. Dus vandaar dat ik snel ga beginnen. Het is best wel wat, kan ik je verklappen. Om te beginnen. Stroomkabel. En dit is dan degene die je gewoon als standaard campingaansluiting kunt gebruiken. We hebben er eentje gekozen van 20 meter. En dan de dikte is 2,5 mm. Dat was de dikkere die ze hadden. Deze is wel ietsje zwaarder als dat dunner is. Maar hier kan meer stroom doorheen. Wattage doorheen. Ik weet niet precies hoe je het noemt.
Als tweede, ook niet heel onbelangrijk, een klein stofzuigertje. Ja, jongen. Ik heb hier ondertussen een kat die terugbabbelt. Een stofzuigertje. Een zachte rubberen bezem. Deze is bedoeld om... Maar deze is bedoeld om blad en zo even snel op te kunnen vegen van je luifel voor gebeuren. Schopborstel. Een isolerend iets voor de voorruit. Een isolerend iets voor de voorruit. Dit is om te voorkomen dat de ijs opkomt en als het warmer is, dan stoot dat ook zeg maar de warmte af. We hebben getwijfeld om zo'n hele voorkap te doen, die zeg maar helemaal voor je voorkant van de camper maakt. Maar ik zei, hoe realistisch is het als we ergens één nacht staan, dat we dat helemaal gaan opbouwen om de volgende ochtend weer af te breken. Ik denk dat dit een stuk sneller gaat. En mocht het wel echt missen, kunnen we het altijd nog halen. Een kleed. Een grondzeil, grondkleed. Het is in elk geval bedoeld om op de grond te doen. Zodat je daar gewoon met je slippertjes of wat dan ook kunt lopen zonder dat je gelijk allemaal modder eraan hebt zitten. Wasknijpenzakje. Een reserve ding. Voor dit ding. En wat misschien ook wel leuk is om te vermelden. Je kunt er gewoon een tuinslang aan vastmaken. Als je dan bijvoorbeeld de voorkant van je camper schoonmaakt. Twee keer een anti-slipmatje. Komt voor van alles van pas. Tweemaal een lampje, een hoofdlamp. Ik zie de andere zo gauw niet, maar die komt zo ook wel tevoorschijn. Voor als je 's nachts naar het toilet toe moet of wat dan ook. Een waterpas, een kleintje, met een magneetje eronder, dus die kan dus goed is gewoon erop blijven zitten. Lijmklemmen. Een houder zodat je je mobiel vast kunt maken. Aan de fiets. En een boxje waar je een kabel plus verlengkabel aan vast kunt, in kunt doen, zodat die waterdicht gesloten is. En de bom, maar daar komen we zo bij. Een wasmand. Leek ons ideaal, is uitvouwbaar. Kijk. Ook makkelijk lijkt mij om een handwasje snel te kunnen doen. Een afwasteltje, ook opvouwbaar. Een elektrisch kookplaatje. En het voordeel hiervan is, stel je voor je staat ergens aangesloten op het elektriciteitsnet. Dan hoef je geen gas te gebruiken om je eten te koken. Want als jij even opnieuw. Het voordeel als je zo'n elektrisch gaspeetje hebt, is als jij gas gebruikt om eten te koken, zo'n gasfles bijvullen, is natuurlijk meer gedoe als dat je even een stekkertje inplugt. Dus als we aangesloten staan op het elektriciteitsnetwerk, dan kunnen we die gewoon gebruiken. Ik heb nog zitten twijfelen tussen een enkel en een dubbel pitje, maar qua wattage kom je dan net niet goed uit. En ik dacht, nou, omdat je anders te veel stroom verbruikt. Dus ik dacht, nou, laten we maar bij eentje houden. Een klein koekenpannetje met draaibaar hengsel voor het opbergen. Een inklapbaar verrietje. Dit is een adapter voor als je op een camperplaats staat, waar ze dus geen officiële camper aansluiting hebben. Dan kun je deze in een haspel klikken of elektriciteitskoord. En dan hoef je niet... Heb je een adapter?
En dit is wel makkelijk, want stel je hebt geen, op je camperplaats geen aansluiting voor je camp aan kunt sluiten. Kun je deze aansluiten op een haspel en deze in je camper. En heb je alsnog stroom. Het is wel minder stroom als een officiële aansluiting. Maar iets is beter dan niets. Nou, nog zo'n hoflampje die we net al zagen. Toiletvloeistof. Ik heb geen idee of het wat is. Want er is zoveel keuze. Maar ik dacht, we proberen er gewoon eentje. Mocht het niks zijn, halen we een andere. Een klein borsteltje. Mark had deze als idee. Dus vertel je voor, Bagheera, die heeft een klein ongelukje in de bekleding. Dan schijn je het er makkelijk mee uit te kunnen borstelen. En last but not least, heb ik snel wel, een snijplank. En ik zie nog één ding waarvan ik niet zeker weet of ik die al heb laten zien. Dat is, hoe doe je dat eigenlijk? Haringen. En dit zijn schroefharingen. Want we hebben ook een accuboormachine mee. En dan hoeven ze niet elke keer in en uit te slaan. In te slaan, uit te slaan is geen woord. En uit te trekken, maar dan kun je gewoon met de schroefmachine dan doen. Nou, volgens mij heb ik dan alles gehad wat we gekocht hebben. Wacht, we hebben niet alles gehad. Ik ben één ding vergeten. En die staat bij de verhuisdoos. Dus ik draai jullie eventjes een slagje. Dit is de tafel geworden. Met een ondernetje. Hij is super licht gewicht, zeggen ze. En dat was hij ook echt, want ik weet niet precies hoe zwaar hij is. 4,2 kilo. En de meeste tafels waar we naar keken was 10 kilo. Heeft natuurlijk ook meer risico dat het wegpakt, maar dit is hem geworden. En wat ik ook nog niet heb laten zien, zijn de oprijblokken die we hebben gehaald. Het zijn die van Fiamma, Flamma, deze. De gele en dan het grootste formaat wat ze hadden. Nu hebben we volgens mij wel echt alles gehad. En bij deze ga ik ook gelijk de video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En volgende week gaan we de camper ophalen. Dus tot dan! Ik kom er net achter dat ik helemaal vergeten ben te zeggen wat we totaal kwijt waren. Het was €446,38. Dus ik zat dichterbij in de buurt als Mark. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot volgende week!